In mijn 12-jarige carrière heb ik natuurlijk zo verschrikkelijk mooie wedstrijden gewonnen. Dat knechten is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat winnen is natuurlijk super. Dat geeft je zo'n goed gevoel. Ik heb 98 overwinningen behaald, dus gewoon heel bijzonder in 12 jaar tijd. Dus ik ben met recht trots op mijn carrière. De velden nog steeds aan de leiding. Hij moet wel een goede dag hebben. Op de valpartij en Joop Zoetemelk valt. Oh god. Die dag van de Gavia, die vergeet ik gewoon nooit van zijn leven meer. Johan van der Velde in de Giro. Dit zijn beelden die je nooit meer vergeet. Op die dag van de Gavia was gewoon de natuur sterker als ik. Als je een etappe kunt winnen in de Tour de France, daar droomt eigenlijk iedere jonge wielrenner van. En die heb ik er in totaal 3 gewonnen. Johan van der Velde. Wat je als sportman wilt, dat is natuurlijk winnen. En ik was als jonge renner nooit een veelwinnaar. Maar toen ik professional geworden was, ging ik in een keer grote wedstrijden winnen. En dan word je heel bekend. En dan merk je gewoon ook van winnen, dat is het natuurlijk. Je wilt de beste zijn. En je kunt niet altijd de beste zijn, maar toen ik voor mijn eerste ronde reed, toen reed ik de ronde van Romandie en toen won ik het eindklassement en 2 etappes. Afzien kon ik gewoon verschrikkelijk goed. Kijk, de herinneringen aan de Gavia, die komen eigenlijk nog alle dagen op mijn pad. Omdat ik krijg toevallig vandaag nog een postkaart thuisgestuurd. Van bovenop de Gavia staat een kiosk en daar verkopen ze postkaarten. En daar zie je mijn door de sneeuw rijden. En dat is gewoon heel bijzonder dat je dat zoveel jaren later nog iedere keer aan herinnerd wordt. En dat mensen die Gavia gaan beklimmen en die stoppen bovenop en die gaan dan een kaartje kopen om naar huis te sturen. En dan sturen ze mij dat kaartje op, omdat ze mij herinneren natuurlijk aan, aan de Gavia. Ja, wat dat betreft kan ik gewoon terugkijken op een schitterend mooie carrière. Ik heb 98 overwinningen behaald, dus gewoon heel bijzonder in 12 jaar tijd. Maar de overwinningen die ik behaald heb, die zijn gewoon heel bijzonder. Kijk, je wordt zomaar 2 keer Nederlands kampioen. Ja, als je het zegt is het makkelijk, maar je moet het toch maar zien te worden. Ja, het is nu natuurlijk 21 jaar geleden dat ik gestopt ben, maar in feite gaat eigenlijk je carrière altijd steeds door. Je blijft bekend, je wordt regelmatig uitgenodigd voor een televisieshow. En ik rijd natuurlijk nog regelmatig een prominente wedstrijdje om er lekker een beetje bij te blijven, omdat het sowieso gezond is om te sporten. En natuurlijk ook om onze natuurproducten een beetje te promoten, Tahiti Noni Juice, want dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is natuurlijk nu mijn missie geworden. Laatst was ik uitgenodigd om een standbeeld te onthullen en dat was ter nagedachtenis van de start van Tour de France in Rotterdam. En dat is wel heel mooi. Ja, die prominente wedstrijdjes die zijn natuurlijk hartstikke leuk, want die komt natuurlijk Michael Boger tegen, Joop Zoetemelk, Henk Lubberding, Gert Jacobs en Peter Winnen. En dat is gewoon leuk om, ja, het is iedere keer toch weer een soort reunie natuurlijk. Won de ronde van Romandie, de Dauphiné Libéré, was winnaar van het puntenklassement. Meerdere malen in de ronde van Italië en won daar ook een paar etappes. Die man staat vandaag gewoon aan het vertrek hier in Katendrecht. Dames en heren, Johan van der Velde is de naam. Ik ben
ben 2,5 jaar geleden ben ik met Taichi Noni in aanraking gekomen via een kennis van mij, Toon Verlit. We hebben vroeger altijd samen met elkaar gewerkt. En ik denk van nou ja, ik kan altijd een keer gaan luisteren. Misschien is het wel interessant. Ik kende Toon Verlit goed en dat was een serieuze man. En ik denk van nou, altijd gaan luisteren. Ja, ik had niet kunnen denken dat dit product zoveel dingen zou kunnen doen. En ook het vermogen wat hij aan sporters zou kunnen geven, daar was ik wel heel erg geïnteresseerd naar. En omdat het natuurlijk een 100% natuurproduct is en dat je er eigenlijk niks verkeerd mee kunt doen. Ik heb het natuurlijk zelf in de praktijk ook uitgeprobeerd dat het echt wel werkt. En mijn schoonzoon die is baanwielrenner en die ging de WK in Kopenhagen rijden 2 jaar geleden. En ik heb hem 3 maanden voordat de WK was, heb ik hem op de Taichi Noni gezet. Ik ben Ingmar de Poortres, schoonzoon van Johan van der Velde. En door hem ben ik ook in contact gekomen met Noni. En dan ben ik redelijk veel beginnen drinken. Ik denk wel in het begin een fles in de week. Dan heb ik opgebouwd tot het WK toe en denk ja, tot 2 flessen in de week. En denk de laatste week dronk ik wel 3 flessen in de week plus een fles puree, puur. En ja, dat was niet normaal. Ik was nog nooit zo goed geweest en met de derde plaats het gevolg. Ja, daar zijn ze in feite allemaal naar op zoek. En dit product, Taichi Noni International, die heeft 21% meer vermogen en een veel beter herstel. En daar zijn alle sporters naar op zoek. Ik denk vooral wielrenners ook, want die zoeken daarnaar. En het is dopingvrij en het is een natuurproduct. Ja, je kunt er nooit niks verkeerd mee doen. Je kunt er alleen te weinig van drinken. Ja, dat ze dit niet meer toepassen, dat is voor mij onbegrijpelijk. Waarom dat ik zo enthousiast ben over Taichi Noni Juice, dat is natuurlijk door het ervaringsbericht van mijn eigen kleinzoon. En dan wil je dit verhaal natuurlijk verder vertellen. Ja, toen heeft Taichi Noni International mij gevraagd dat ik aanspreekpunt wil zijn. En toen heb ik volmondig ja op gezegd, omdat ik zo'n mooie ervaring met mijn kleinzoon heb. En omdat ik uiteindelijk na een paar jaar erachter gekomen ben dat het een heel gezond en eerlijk bedrijf is. En dat je zelfs zomaar de directeur aan kunt spreken. En dat sprak mij gewoon aan bij heel dit bedrijf. En dat is fantastisch. Allemaal enthousiaste mensen die iets goeds uit willen dragen aan de wereld. Nou ja, goed, ik probeer natuurlijk in mijn vrije tijd af en toe nog wel een keer te gaan fietsen, want het geeft toch wel een lekker gevoel natuurlijk. Met dat je op die fiets bent, dan voel je je weer één met de fiets. En dan had je best weer 25 jaar jonger willen zijn, maar dat kan nou niet helemaal natuurlijk. Maar je krijgt toch wel in ieder geval een heel fijn gevoel als je erop zit en als je dan later gedoucht bent, dan krijg je weer een voldaan gevoel. Vroeger was wielrennen een missie, dat was je werk. Maar nu timmeren we alle dagen aan een ander doel.